Ja, je moet het stopteken geven, je moet het doorrijden teken geven, je moet het sneller doorrijden teken geven. Je moet richting aangeven waar ze dan eventueel wel naartoe kunnen. Sylvia, voor Hugo, over. Ja, zeg het maar. Hoe ver ben jij? We zijn hier inmiddels klaar en wat ons betreft kan het opgeheven worden. Ik denk dat het gewoon is dat je iedereen kunt helpen, kunt begeleiden en iets goeds doet voor de gemeente, zeg maar. De scoutinggroep waar wij zelf vroeger bij zaten, zijn daar ooit mee begonnen. En die zijn op een gegeven moment, 2 jaar geleden zijn die daarmee gestopt. En de groep ouderen, waaronder ik dus, die dat ook mee hielpen, die hadden gezegd van wij vinden dit veel te leuk. Dus we gaan het van jullie overnemen en hebben dat dus ook gedaan. En is het zelfs zover dat wij dus de verkeersregelaars uit Overdinkel er nou bij hebben. En ons dus gelukkig mogen prijzen met een groep van 22 mensen. Ja, weet je, we hebben heel veel klussen gewoon ook door de week overdag. En dan zijn vaak mensen aan het werk. Het maakt het soms wel eens lastig om inderdaad mensen te vinden. In het weekend en 's avonds is het niet zo'n probleem. De meesten hebben een maandag tot vrijdag 8-5 kantoorbaan en dan moet het allemaal wel lukken. Maar als het door de weekse dag wordt, dan wordt het inderdaad al wel lastiger.